Vandaag huur ik een auto bij Europcar om naar de startlocatie van de Vierdaagse Nijmegen te gaan. Ik loop in Eindhoven naar de locatie van Europcar en pik de auto op die daar voor ons klaar staat. Tijd om Charlotte op te pikken. En we zijn good to go, klaar om naar Nijmegen te gaan. Hier zullen we namelijk de deelnemers ontmoeten die we de komende dagen gaan volgen. En dat doen we bij de startlocatie. Are you ready? Nou, we zijn aangekomen in Nijmegen. Yes! En de deelnemers die zitten te wachten op ons. Dus nee, we zijn niet zo laat. We gaan de deelnemers ophalen. En ja, dan gaan we eens kijken hoe dat ze zich hebben voorbereid. En ik heb Charlotte meegenomen voor de tips. Dus nou, laten we dat gaan doen. Zullen we ze gaan halen? Voedingtips. Voedingstips. Gaan we doen. Want over een paar dagen is het al zover. Dan mogen zij 4 dagen lang gaan lopen. Let's go. Let's go. Pittig. Nou, we zitten dus op de startplek waar alles dinsdag gaat beginnen. We hebben een aantal deelnemers gevonden die we gaan volgen. En nou, die willen we eigenlijk eventjes voorstellen. Dus vertel het maar, wie zijn jullie? Wat gaan jullie doen? Nou, ik ben Jill, ik ben 28 jaar. En ik ga de 40 kilometer, als het goed is, volbrengen op vrijdag. Nou, dat ga je sowieso doen, toch? We hebben net afgesproken, het gaat Jill lukken. Ja, het gaat lukken. We gaan ervoor. En heb je nog 2 mensen meegenomen? Ja. Ik heb Ine. Ik ben 57 jaar en ik heb hem vorig jaar voor de eerste keer samen met Jill en mijn dochter meegelopen. En we willen nu alle 3 uit gaan lopen, toch? Ja. Ja, dat is wel de bedoeling. Heel knap. Ja. En hebben we nog iemand meegenomen, hè? Ja, ik ben Floris, ik ben 28 jaar en ik ben supporter. Ik loop niet mee. Dus we hebben eigenlijk nog iemand in het team, maar die kon er vandaag helaas niet bij zijn. Maar dat zijn de 3 waarmee jullie het gaan doen. Ja. Ja. En nu heb ik begrepen dat jullie hem vorig jaar ook hebben gelopen. Ja, we hebben een dappere poging gedaan. Maar ik ben na 2 dagen moeten stoppen. Ik had zoveel blaren. Dag 1 ging eigenlijk nog prima. Maar dag 2 heb ik anderhalf uur op de EBO gelegen en toen dacht ik, het is klaar. Ik kreeg mijn schoenen niet meer aan. Dus, blaren. Heel veel blaren, bloedblaren. Hoe heb je dat dan dit jaar gedaan? Want vorig jaar ben je, nou, het was niet de bedoeling dat je zo uitstelde. Nee. Andere schoenen. Ik heb andere schoenen die ik al jaren had. Die heb je niet gisteravond gekocht. Nee. Ik heb vorig jaar minder vaak getraind en vaker langere afstanden. Hebben we een keer een tocht van 50 kilometer gewandeld. Met hem? Ja. Met de fan. Ja. Maar het is steeds maar lange afstand dan nooit kort. En nu heb ik gewoon bijna elke week gewoon wel gelopen. En dus ik denk dat dat al verschilt. En als we dan kijken naar de aanloop, zeg maar. Want ik heb dan 2 keer een halve marathon gelopen. En dan zeggen ze niet van oké, je moet alleen de ochtend daarvoor moet je bijvoorbeeld pasta eten. Of de ochtend van de run, zeg maar. Ja. Maar dat je ook al die dagen daarvoor gaat laden. Ja. Nou, dan kijk ik eventjes naar jou. Ja. Jij hebt daar meer verstand van dan ik. Ja, wat zou dan een tip kunnen zijn? Nou ja, het is gewoon heel erg belangrijk om je lichaam al te voorzien van die energie. En natuurlijk krijg je energie van de muziek, van de mensen. Ook van het eten wat je op dat moment tot je neemt. Maar ik ben ervan overtuigd, als je zorgt dat de aanloop ook al goed is. Dat uiteindelijk is niet alleen de energie, maar het is ook je herstel. Ja. Dus je krijgt ook sneller blessures als je niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Klopt. Ja. Dus in dat opzicht is het onwijs belangrijk om van tevoren al met je voeding te beginnen. Mm-hmm. Ja, en dan kan je denken aan koolhydraten. Koolhydraten zijn letterlijk de benzine van ons lichaam. Ja. Maar dan de goede koolhydraten, volkoren, granen, spelt. Die vezels zorgen ervoor dat onze darmen alle voedingsstoffen goed opnemen. Mm-hmm. Die darmen zijn de motor van ons lichaam. Ja. En die zorgen er gewoon voor die glucose eigenlijk. Dat zijn de suikers die zorgen ervoor dat je energie krijgt. Daar kan je echt wel al 4 dagen van tevoren echt goed mee beginnen. Ja. Moedig het juist aan om heel vet te gaan eten, maar gezonde vetten. Ja, avocado's en noten. Avocado, noten, zalm. Ja. Zijn veel calorieën en vetten zijn ook, weet je, ze beschermen je organen. Ze zorgen ervoor dat je warm wordt en dat je op het moment dat jij heel warm wordt, dat je weer gaat afkoelen. Mm-hmm. Dus die vetten zijn ook heel erg belangrijk. Ja. Dus misschien kunnen jullie wat met die tip. Nou, we hadden het net natuurlijk over wat je met met je voeding doet. Maar je komt dus thuis en je hebt eigenlijk maar heel weinig tijd om te herstellen, toch? Ja. Want je gaat naar bed toe.
je moet dan weer om 3 andersom, uur uit. Je eet en je gaat naar bed toe. En je moet weer vroeg uit. Maar wat kun je dan eigenlijk, dan kijk ik Charlotte even aan. Wat kun je dan eigenlijk doen in die korte tijd die je hebt om te herstellen om de volgende dag weer zover te lopen? Ja, wat jij eigenlijk net al zei, je komt thuis en rustpakken is heel erg belangrijk. Lekker, voetjes omhoog. Netflix. Goed eten, Netflix, wat je lekker vindt. Ik bedoel, misschien heb je een man die je voeten wil masseren. Nee, we hebben geen man, hè, met vandaag. Nee, jij wil er niet bij. Die hebben allemaal thuis gelaten. Oh, het gezellig. Nou, hé, als ik weg moet dan, zeg maar. En ik zou gewoon flink, als je gaat eten, flink gaan bouwen met de vette 's avonds. Ja. Wat ik al zei, vette vis, denk aan zalm, makreel, avocado, noten, olijfolie. Nou, ten eerste zijn die omega's die daarin zitten onwijs goed voor de ontstekingen die eigenlijk ontstaan in je lichaam door het overbelasten. Mm-hmm. En ten tweede zorgt het er ook nog eens een keertje voor dat je heel veel calorieën binnenkrijgt die energie leveren de volgende dag. Ja. Nou, dat is eigenlijk mijn gouden tip voor 's avonds, echt voordat je naar bed gaat, neem lekker een bak volle kwark. Doe er een beetje kaneel in, dat is goed voor de bloedsuikerspiegel, zodat hij stabiel blijft. Geen magere zoals de meeste mensen zeggen. Nee. Geen magere kwark, ik ben van de volle kwark. Je dat neemt ook meer vitamine op, hè? Lopen. Ja. Je gaat zoveel verbranden, dan gaan we niet aan de magere kwark. Dat heeft gewoon totaal geen zin. Geen magere kwark. Geen magere kwark voor de mensen die lopen. En dan zou ik magnesium erbij nemen. Ja. Magnesium is goed voor het zenuwstelsel, voor de zenuwbanen, voor de spieren. En die zorgen voor dat beetje ontspanning. En dan kan je 's nachts lekker slapen en dan de volgende dag ben je er weer helemaal klaar voor. Ja. Nog wel een leuke tip voordat jullie gaan starten. Ga je douchen voordat je hier naartoe gaat. Sluit af met 2 minuten koude douche. Dat is niet wat je wil om 3:30 Niet wat je wil, maar 1. Het zorgt ervoor dat je wakker bent. Het zorgt ervoor dat je discipline hebt, dat je lichaam meteen aanstaat eigenlijk. Ja, en het zorgt ervoor dat die bloedsuikerspiegel of die bloedsomloop lekker gaat. Het geeft echt een boost energie. En het is onwijs goed ook voor je het herstel straks en het opwarmen van je spieren. Dus ik weet dat je echt even denkt van, oh, waarom heeft Charlotte dit gezegd? Maar het is echt heel goed voor je. Laten we hem hierbij afsluiten. En hopelijk hebben jullie ook iets aan de tips gehad van Charlotte. Ik had vooral een bijrol. Ik heb niet zoveel zinnigs gezegd vandaag. Maar ik kom jullie wel supporten. Dus laten we hem daarmee afsluiten. Dan zien we jullie woensdag. Heel veel succes! Ja, dankjewel. Tot woensdag! Doei!